maken. Ik ben nu op Schiphol, daar heb ik nu net foto genomen. En ja, hij wacht nu even op de trein. En die komt er nu aan. Dat was mooi. Dat is toch wel even spannend. Zo, wij zijn nu in Amsterdam en wij gaan naar de Apple Store, want wij gaan daar een foto maken. Ja, en die foto gaat dus over geschiedenis en over de oude authentiek. Ik vind dat heel mooi wat ze hebben gedaan. Ze hebben zeg maar een oud gebouw naar een technologiegebouw omgebouwd als het ware. En dat, dat vond ik wel echt heel dik. Dus dat is dus één foto van mij. Schiphol, dat is omdat ik van reizen hou. Maar ik moet eerst even kijken waar überhaupt de ding zit. Dus we gaan het even kijken. Ik zie hem al daar. Kijk, als je heel goed inzoomt, zie je daar Apple logo. Ja. Nou, daar zit hier de geval. En daar gaan we nu heen en dan gaan we kijken waar we het beste de foto kunnen maken. Voordat we dat doen, gaan we eerst even een bakje maken en even alles opzetten. Zo, je ziet daar de Apple Store, alleen maar hier verderop, daar heb je het Apple logo. Alleen ik dacht dat het hele gebouw zeg maar van Apple was, maar dat is dus niet zo. Ik moet even kijken of ik daar foto's kan maken. En ja, zeg maar vanaf de buitenkant is het al nice, alleen ik heb niet echt een Apple logo of zoiets. Dus dan moet ik even kijken wat ik ga doen. Maar kom wel goed. We gaan naar gaan. Nou, jullie zien hier dat ik in de Apple Store sta. Ik heb hier wat instellingen gedaan waarmee ik de foto wou nemen. Er komt zo'n vrouw aanlopen waar ik het eigenlijk wel prachtig vond om die foto zo te nemen. En dat is dus de foto ook geworden die ik heb opgestuurd. Oké, hier sta ik in de arcadehoek. Dit is ook een foto genomen. Autistiek is over teruggekomen. Hier sta ik dus in een kader. En ja, dat vond ik ook wel een interessant beeld. En ook weer autistiek. Zo, we gaan weer naar buiten toe. Weet je waar ik nou ook echt benieuwd naar ben? Ik ben nu trouwens in Amsterdam, als jullie het nog niet wisten. Ik was net in de Apple Store. Het was een beetje raar, want ik wou gewoon foto's maken. Het mocht ook, maar het was gewoon anders. Het voelde raar of zo, maar op zich wel goed. Waar ik nou echt heel geïnteresseerd in ben, is in dit. Ik sta nu hier even en ik keek dus naar al die bedrijven en ik dacht echt van, oh, dit zijn gewoon stocks wat je kan kopen. Maar ik ben dan echt heel benieuwd hoe het zeg maar daar binnenin gaat. Het is eigenlijk dus een beurs waar je allemaal iets dus kan kopen. En dat vind ik wel echt ding. Maar goed, ik heb mijn foto's. En ik ga nu weer naar Soest toe. En dan de volgende dag ga ik de andere foto's maken. Dus let's go! Ja jongens, en zo doen we dat. En niet anders. Zo, en je hebt weer een heel mooi nieuw statief. Ik heb weer een nieuw statief, daar ben ik weer blij mee. Ik heb hem weer ingereld. De andere zaten haarscheurtjes in, dus ja, daar kon ons niks aan doen. Dus ik heb een nieuwe gekregen en hopelijk blijft deze weer heel. Dus we moeten nog een foto maken voor nog een portret. Nog een, hoe heet het? Ja, wacht even. Een foto van de stad. Dus dan ga ik even kijken wanneer ik dat ga doen. En het moet dan zeg maar dat er niemand is. Ja,
dat wordt een beetje lastig, maar goed. Ik heb in ieder geval statief, daarmee kan ik het wel doen. Ja. Waar heb je mee zin in? Knop. We hebben een beetje tekst. Ja, roering, hè? Nee. Jawel. Beetje tekst. Oké. Okay. Nou, mijn begin dan. Ik weet wat ik moet zeggen. Nou, maar zo. Dag, wij zijn op locatie. Mijn beste vriend helpt me even met deze video, nou, met dit onderdeel een beetje gereisd houden om alles te kunnen vertellen. Maar dat ziet hij later in de video zo. Wij gaan nu een foto maken die we eigenlijk al lang willen maken. En ja, hopelijk komt er niemand. Dus we wachten nog even en dan zie ik je zo. Later. 2 uur later. Hey, ik moet toch opnemen? Zo, hij neemt toch op? Ja, oké, okay, maar ik weet niet hoe goed dat ding is, dus ik neem het nog op. Maar hou niet als je zwaait. Om meer lucht bij. 3, 2, 1. Nog één? Oké. Okay. Hoe ging het? Dat lukt zo cool. Is dat de eerste? Holy shit. Holy shit. Echt ziek. Oh, die reflectie ook. Ja. Lijp. Nou, kijk, hier wil ik dus een foto van maken. Ik vond het wel tof, want ik hou van ondernemen. Ja, paspoort, dat is voor een onderneming nodig. Ik hou van Apple, dat zien ze terug in een andere foto. Canon en ik hou van vliegen. En natuurlijk, ja, deze voor, ja. Ja, je vraagt je natuurlijk af waarom zou je dat in de foto laten zien? Nou, omdat ik daarvan hou, dus ja, vandaar eigenlijk dat ik dat ja, zo heb gedaan. Ik moet nog 1 foto maken en die ga ik nu doen. Nou jongens, ik heb even dit neergezet. En ja, jullie zien het niet echt heel goed, maar ik zal even met mijn telefoon zo ook even een filmpje maken. Zal ik even een filmpje maken hoe het eruit ziet. En dan, ja, dat is zeg maar gewoon een ideetje van, ja, kan je dat dan wel doen? En het is natuurlijk wel voor school, dus ja, ik laat het even zien en dan ben ik bij jullie terug. Het ziet er dus zo uit. Ik heb dus de foto's echt letterlijk in het donker genomen. Letterlijk, kijk, jullie zien het daar ook, zeg maar. Kijk, daar zie je het ook. Maar zo heb ik het letterlijk genomen. En ja, jullie zien nu even de foto's. Dank voor het kijken voor deze video. Als jullie dit nou meer willen zien, dit soort opdrachten of wat dan ook, laat het me weten in de comments. Want ja, let me know. Maar in ieder geval, hartstikke bedankt voor het kijken. Vonden jullie nou tof? Laat even een blauw duimpje achter. Abonneer en reageer. En dan zeg ik tot de volgende keer. Later. Ja, nu kan ik het niet zwart maken. Oké, okay, misschien wel.